Ja, ik denk dat heel ons team de man van de avond is. Het is uiteindelijk een teamprestatie. We scoren twee goede goals op de goede momenten, denk ik, en dan is het beslist. Hoe goed voel jij je en wat voor fase zit jij in je carrière? Ja, in een goede fase denk ik. Alles loopt lekker. Ja, als alles zo gaat, dan voel je je heel goed. En ja, de ballen vliegen erin. Ik denk voetballend gaat het ook prima. En ja, het is mooi om dan om die waardering te krijgen. Ja, dat is ook het verhaal van deze avond. Heel veel momenten krijg je niet, maar die momenten die je krijgt, die zijn allemaal raak. Ja, precies. En ja, goed, je weet dat je in de Eredivisie niet heel veel kansen krijgt. Het is allemaal natuurlijk, zeker wedstrijd ook, compact. En ja, dan moet je de kansen die je krijgt, moet je afmaken. En dat is gebeurd. En het logische is dan dat je ook een belletje kan krijgen dat Oranje eraan zit te komen. Hè? Hoe mooi is dat? Ja, hartstikke mooi. Dat is denk ik de droom van voetballers, zeker van mij in ieder geval. En ja, ik hoop heel graag dat ik erbij zit. En het is uiteindelijk aan de bondscoach om een keuze te maken. Heb je een idee waar je staat? Kan je dat aangeven? Nee, vind ik lastig. Ik weet niet zo goed hoe of wat, maar ja, het is uiteindelijk aan de bondscoach. Ik denk dat ik mijn best heb gedaan. Ik probeer elke wedstrijd gewoon mijn uiterste best te doen en ja, dan zien we het uiteindelijk wel. Zo'n avond helpt wel, hè? Ja, dat denk ik. Ja, goed, ik denk het wel. En ja, zoals ik al zeg, we gaan het zien vrijdag. Ik hoop namens alle Brabanders dat je erbij zit. Ja, dankjewel. Komt goed.